Als groen hebben we een heel duidelijke doelstelling als prioriteit naar voren geschoven in ons pact 2030. We willen tegen 2024 600.000 ton minder voedselverspilling. En we willen dat doen door preventie, door in te grijpen op de productieprocessen. Dat betekent voedselverliesaudits, dat betekent materialenscans in bedrijven en dat betekent ook, eens dat het voedsel geproduceerd is, dat je ervoor zorgt dat iets wat niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld herwerkt kan worden tot peren die in plaats van op het veld liggen te rotten, moest worden gemaakt. En op die manier, samen met een lokale, veel flexibere manier van voedselproductie, willen wij voedselproblematiek aanpakken. Wel, eigenlijk heel eenvoudig. Ik probeer bij het kopen alleen maar te kopen wat ik nodig heb, dus goed met lijstjes te werken. En als ik eenmaal thuis voedseloverschotten heb, te verwerken tot een bereide maaltijd dat ik eigenlijk al kan invriezen of kan bijhouden voor de komende dagen. En desnoods geef ik het gewoon weg aan de buurvrouw, die is een beetje ouder en het is makkelijker om iets weg te geven dat iemand anders het kan opgeven dan het in de vuilbak te laten belanden.